Goedemorgen, André. Hey, goedemorgen. Hallo. Ja, u was nog op de verjaardag van Mies, hè? Een paar maanden geleden. Ja, dat was heel bijzonder, want er waren heel veel mensen in een maalmars. Niet zo'n groot feest ervan. Het was om 88 een mooi getal om heel veel mensen te vragen. Dus we waren met een mannetje of 25 of zo. Ja. En maar een uurtje, want het was oudejaarsavond. Dus we hadden iedereen nog zelf afspraken. Dus ook naar familie, weet ik van allemaal. Dus het was van 5 tot 7. En dat was ook zo'n moment. 7 uur is afgelopen, maar veel met 2 uurtjes. Toen worden we allemaal te slapen. Het was helemaal live en kicking en gezellig en leuk. En heel veel hapjes gemaakt natuurlijk. En gezellig, maar iedereen gebabbeld. En er was dus geen enkel teken nog van dat de laatste keer zou zijn. Nee, live en kicking, dus was eigenlijk nog geen goede doen. Zeker. Ja. En dus onverwacht gekomen gisteren en het heeft wel een enorme impact in Nederland gehad, hè, mensen. Ja. Televisieprogramma's werden veranderd gisteravond. Het is de moeder van de Hollandse televisie, mag je wel zeggen, hè? Ja, daarom. Het is Mies, hè. Het is zo, ja, je hoeft alleen maar Mies te zeggen. Iedereen weet wie je bedoelt. Mies had geen Mies Bouwman, maar was helemaal niet nodig. Mies is op de televisie. Of Mies, dat was vroeger ook al zo. Ja. Ik ben er dus ook mee opgegroeid. Dus, en ja, als Mies op de televisie was, dan kroop iedereen bij elkaar voor de televisie. En dan was Mies bij jezelf thuis. Was, onderdeel van de huiskamer geworden eigenlijk. Ja, weet je wat ik vanochtend al zei? Want ik ben zo de 40 voorbij, half de 40. Anke is nog wat jonger. Dus voor ons is het... Ja, we hebben ze gekend op televisie. Maar wat mij opvalt, ook als ik dingen terugzie, is dat ze zo in tegenstelling tot veel presentatoren en presentatrices uit die tijd, ook zeker in Vlaanderen, ze was zo echt... Zo familiair. Ja, gewoon. Ja, maar ja, ze was natuurlijk ook, kijk, het was het begin van de televisie. Het was nog, de eerste keer op televisie kwam, was omroep. Er waren gewoon 50 kijkers. Ja. Nou ja, zo in ieder geval heel weinig. Het was gewoon echt iets met de hele televisie nog. En ja, toen was televisie natuurlijk iets heel bijzonders. Dus alles wat er gebeurde, het feit dat het bewogen was al bijzonder. En dat het ook nog geluid gaf. Ja. Dus ja, dat heeft een hele grote indruk gemaakt op iedereen. Het vond de televisie. Maar ik bedoel André, dat ze zo'n naturel altijd had. En niet zonder meer zo'n een presentatrice was. Maar echt gewoon naturel. Ze sprak altijd uit haar hart. En ze had nooit, de autocue bestond helemaal nog niet. Dus ze sprak er zijn gewoon zoals ze dacht. En dat ze regelmatig gewoon moest giebelen en lachen. En verkeerde dingen zeggen. Zo. En dan moest ze zelf weer om lachen. Maar dus het was een hele spontane vrouw. Was ze privé ook zo, André? Ja, precies hetzelfde. Yeah? Precies hetzelfde. Ja, als je met de privé sprak ze net zoals op de televisie ook. Dus dat geen enkel verschil. Dus het was gewoon niets was altijd niets. Niets was altijd zichzelf. Ja, ze gaat gemist worden. Alhoewel, ze was wel niet zo vaak meer op televisie de afgelopen tijd. Hè? Nee. Ze zag er regelmatig op recepties of ergens iets, premières of zo. Daar kwam ze nog wel eens naartoe. En dan sprak je er wel eens, maar verder. Nee, zelf deed ze niks meer op televisie. Nee. Maar ze heeft nog een keer, 3 jaar geleden, nog een prijs uitgereikt. Weet ik nog, dat was nog bij. En op de 80ste verjaardag hebben we zelf nog wel met als meneer en mevrouw de Pop met Gordy van Gorp. Bladzijger uitgereikt, dus we hebben hilariteit al op. Maar het was natuurlijk altijd leuk en altijd gezellig. En Mies straalde gewoon gezelligheid uit. Dan was altijd lachen met Mies. Mm-hmm. Afscheid nemen van een vriendin, hoor ik ook, hè, van jou. Ja, dat zal het worden. Hè. Het zal een grote begrafenis worden. Ja, het zal wel. André, fijn dat we even aan de lijn konden krijgen. En ze blijft in onze herinnering als een hele grote mevrouw. Lichten uit, spots uit op dit moment. Ja. Dankjewel, André. Ja, fijne dag. Show over.